Fred van der Luitgaden is een verzamelkunstenaar en heeft zijn tenten opgeslagen in een leegstaand winkelpand in Maarsebroek. Zijn Tour de Artistiek is een verzameling van afgedankte caravans die worden getransformeerd tot mini-musea. Ik ben eigenlijk een verzamelaar, kunstenaar en fotograaf, drie dingen in één. Ik ben begonnen met het verzamelen van petten, omdat mijn moeder die verzamelde. En zo is dat langzaam uitgegroeid tot gigantisch veel verzamelingen. En met die verzamelingen probeer ik weer te exposeren, en dat is het kunstenaarsaspect. En daarnaast probeer ik die exposities weer te fotograferen en ook de verzamelingen op zich te fotograferen. En dat is dan weer het fotografie-aspect. Kan je me eens vertellen, wat voor verzamelingen heb je in de tussentijd allemaal beet gehad? Het laatste aanwinst zie je achter eigenlijk. Dat is, het is een verzameling, twee paarden maar goed, onderdeel van de Gouden Koets. Daarnaast ben ik hierachter, zie je verzameling caravans. In deze caravan toevallig zie je verzameling dildo's. Dat is toevallig ook een, aangezien de veel deels hetzelfde zijn, hebben ze ook weer, die dildo's allemaal weer versierd met verf en met allerlei oorbellen en dat soort zaken. Dus dat is uiteindelijk ook weer een verzameling geworden. En zo proberen we van elke verzameling iets leuks te maken. Want iedere caravan is eigenlijk een mini-museum op zich. Ja, klopt. Ja. Ja, we hebben nu meer dan 30 caravans en elke caravan wordt omgebouwd tot een museumpje. En ja, dat kan van alles zijn. Dus hier zie je dus de deelde caravan, maar we hebben ook wat serieuzere caravans. We hebben een oma caravan, een Lego caravan, een Playmobil caravan, een spelletjes caravan, X-Men caravan, noem maar op. Echt te veel om op te noemen eigenlijk. En is dat dan een toertocht of wat ga je met die caravans doen? We willen gewoon op tournee gaan. We gaan eerst naar Amsterdam, naar Blijburg, dan gaan we naar Almere. En daarna gaan we naar Drenthe waarschijnlijk, maar we moeten nog even kijken, dat is nog een beetje onduidelijk waar. En uiteindelijk gaan we naar Groningen, naar Blauwe Stad. Dus het noordelijkste puntje van Groningen. Kan je vertellen, hoe ziet zo'n tour er dan uit? Het idee is eigenlijk dat het is een heel wat we doen is eigenlijk een heel sociaal project. Ik ben alleen maar eigenlijk de initiator. Dus we zoeken eigenlijk mensen die het leuk vinden of om een caravan te bewerken, mee te verbouwen. En of daar verzamelingen in te stoppen en daar op een leuke manier te doen. En daarnaast zoeken we ook mensen dus die caravans trekken met een auto met een trekhaak hebben. En die dus leuk vinden om met ons mee te reizen, op reis te gaan naar de andere locaties. De meeste kunstenaars zitten in een ontzettend klein ateliertje. Als ik hier in de omgeving kijk, heb jij echt een, wat dat betreft, echt een paleisje. Hoe ben je in Maarsebroek terechtgekomen? Dat is ook weer een heel verhaal eigenlijk. Ik was al een hele tijd op zoek naar, of tenminste, we moesten uit ons andere atelier. Dat was in Utrecht en dat was inderdaad een stuk kleiner. En door oproepjes geplaatst en via allemaal mensen aangesproken. En op een gegeven moment gaf ik een presentatie in Nieuwegein om daar de boel een beetje op te vrolijken, aangezien daar ook veel van leegstand is. En toen zei iemand, we hebben nog wel ruimte voor, we hebben nog wel een leegstaand pand. Misschien is dat wel iets. En zodoende ben ik hier terechtgekomen eigenlijk. Als mensen nou jou willen helpen of die willen ook hun creativiteit kwijt, kan dat hier of is het echt voor je eigen club? Nee, we staan juist open voor iedereen. We zijn een heel sociaal project, dus iedereen mag meedoen. Iedereen, mensen die zoiets hebben van, ik vind het leuk om creatief bezig te zijn, die is van harte welkom. Alle kunstenaars of de meeste kunstenaars hebben een boodschap met wat ze doen. Mm-hmm. Wat is jouw boodschap? Mijn boodschap is om iets te vertellen over de overconsumptie. Dat we leven in een wereld van overvloed. Je ziet het nu weer. Nu is het natuurlijk weer actueel geworden. Je hebt de V&D die weg is. En nog veel meer andere grote bedrijven die aan het omvallen zijn. Maar die hebben enorme voorraden spullen. En kleding en al die spullen die komen maar. Die hopen zich op. En ik wil laten zien van jongens, kijk eens wat er allemaal is. En hoe kunnen we met die spullen die we momenteel al hebben, gewoon hergebruiken en nieuwe dingen van maken.